Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video. Mijn tand is gebroken en we gaan nu naar een Venlose tandheelpraktijk of zo. Om te kijken of ze mijn tand kunnen maken. Ja. Oh, ik eet een fucking broodje en nu is mijn tand kapot. Teringzooi. Oké, het is hier denk ik. Is die dicht? Er zat op de site dat er een spreekuur is op zaterdag. Maar hij is dus gesloten, maar ja, het zal wel. Oké, nou nu naar de Louisa. De Louisa. De Louisa Jansen. Hi. Hi. Hallo. 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 Hi. 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 We zijn er. Oh echt? Ja, we zijn met was eerder. Waarom was eerder? Nou, in de buurt. Nou, we staan zeg maar voor die fles, maar die fles loopt heel lang door. Ze weet niet waar. Oh, nou, ik heb mijn balkondeur open, dus moet je een beetje doorrijden. Oké, daar komen we eraan. Oké. Mijn kleurbalkon is groen-blauwachtig. Oké, komt goed. Okido. Tot zo. Doei. Hi. Hi. Waar woont zij? Ja, hi. Rij normaal, Ro. Yo! Kun jij parkeren, Ro? Ja. Gaat het goed? Joe! In onze woonwagen. Mag ik filmen? Ja hoor. Oké. Tuurlijk, dan weet je het al. Nou, kom Benstraat. Ja. Hoi. Hi. Hi. Oh ja, 1, 2, hoi! We zouden moeten even een zakje wegbrengen voor mij. Oh, deze doet ze. Hoi! Durf mijn spullen mee hoor. Ja, jij hebt net het bocht gelezen. Oh shit! Ik film hem wel, maar ik lees hem helemaal niet. Tering blij, ja. Hoe heten ze? Wie? Die katten. Nou, die heet Rood en Dik. Die zwart-witte heet Spido. Ja? Wij waren gewoon heel erg fan van het Disney-figuurtje. hoe heette die nou? Milo en... Lilo en Stitch. Lilo en Stitch. Oh ja. Dus we hebben er Stilo van gemaakt. Aha. Stilo, leuk. Die rode hoer, die heet Goldie. Goldie. En dan heb je die andere kleine, die heet Luna. Oh, ze heet mijn kat. En die hoe heet die vogel ook alweer? Chichi. Wat heb je opstaan? Wasverzachter. Rot op. Ja, dan ruikt het lekker in huis. Echt waar? Gewoon wasverzachter. Je ruikt het wel echt. Nou, pak hem eruit, schat. Kijk, je moet altijd je hand om. Je moet je hand. Het beste als je niet gebeten wil worden of om minder pijn te voelen, kun je best een vuistje maken en die onder zijn pootjes doen, zodat die toch op je vuistje gaat zitten. Tering boos volgens mij. Oh my god. Oh my god. Nee, maar deze kan echt mijn vingers openbijten, hè? Nee. Ja, echt wel. Tegenwoordig kun je alles bij bol.com bestellen als je een paar vingers mist. Nee, zet zich op. Ik had mis, hè? Ja, jij wil gewoon bloed zien, of niet? Ja, ik hou van bloed. Oh, wat deed je? Mijn poot sloeg aan. Kom maar, Chichi. Ik ben zo bang voor dat beest. Ja, maar jou... Ik heb een varkentje. Misschien dat hij nu wel op je arm gaat staan. Oh my god. Hij is zwaar. Ja, ik wil niet hoor. Oh, tering. Ja, is hij zwaar? Hij heeft een varkentje. Shit on the floor. Ik moet mijn varkentje nagels knippen. Dat gaat niet scherp zijn. Ja, dat moet ik bij hem ook, of bij haar ook doen. Maar ik heb één keer per ongeluk te ver geknipt. En toen bloedde het. Spoot er allemaal bloed uit. Oh my god. En toen heb ik een lepel heet gemaakt onder het vuur. En dat zo dicht gesproeid. Maar je wil niet zien hoe ik het gedaan heb met drie mannen. Rosanne heeft hem vastgehouden met een doek eromheen. Mijn broertje heeft hem nog aan die kant vastgehouden. En ik zat. Titi. Hè? Ja. Oh, doet jouw vogel ook? Ja. Hij zegt niet veel als er vreemde mensen zijn. Oh. S'morgens dan begint hij te roepen, tering, leier en echt? Weet ik het allemaal en nu zegt hij gewoon helemaal niks. Zegt hij tering, leier? Ja. Fuck you!
Oké, we gaan nu op pad met Louisa. Waar gaan we als eerste doen? Waar gaan we eerst heen? Ik weet niet wat jullie willen. We gaan Hallo. Hoi. Hi. Zullen we naar de het flikkerbos? Louise had ons verteld over een flikkerbos hier in Venlo. Ja, er is hier een flikkerbos. Waar alle homo's meeten. Daar ging ik vroeger wel eens heen, weet je, gewoon voor mijn jointjes te roken daar. Maar daar kwam je dingen tegen, daar ging je gewoon stuk. Daar liep bijvoorbeeld een man daar. En die liep gewoon in een string. En ik zeg, heb je het koud? En hij zegt, weet je wat lekker is? Ik zeg, vertel, wat is lekker? Wortelen in de kom duwen. Ik zeg, oeh, bah. Ben je niet bang dat die afbreekt? Oh. En er liep echt een man, die duwde de wortels in zijn kont. Oké, okay, daar gaan we dus niet heen. Jij gaat voorin. Echt? Ja. Bah. Louisa is heel bang in de auto, zei ze. Dus dat gaat nog wat worden. Rogier gaat nu rijden. Straks ga ik wel weer een keer rijden. Ja? Als je dat durft. Zit je lekker? Ja. Hoe is die auto? Huh? Wie heeft die auto gestolen? Van mijn vader. En daarom gaan we ook zo meteen naar de wasstraat om als bedankje door de wasstraat te gaan. Lief, hè? Oké. Okay. Nou, let's go.